De Fransen komen met nieuwe tactieken in de drugsbestrijding in Frans-Guyana. Alle onderschepte drugs komen vanuit Suriname. Naast maatregels op eigen bodem, bekijken de Fransen de optie voor de plaatsing van een drugs-scanner op de weg Paramaribo-Albina, zegt de Franse ambassadeur Antoine Joly aan Star News. Het voorstel ligt op tafel. We bespreken de mogelijkheden om Suriname te helpen.